Oké, ik ben Rolien Knotneres. Ik werk voor SOMO, dat is Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen. Ja. Wij kijken kritisch naar de handel en wandel van multinationals. Ik werk ook voor het Transnational Institute. Ja. Ik werk op handels- en investeringsverdragen. En de manier waarop die verdragen eigenlijk de belangen van onze multinationals vooral beschermen. Ja. Oké, we hebben het nu gehad over Ecuador en hoe daar de inheemse stammen getroffen zijn door Chevron en daarvoor Texaco. Wat heb jij daarvan opgestoken? Nou, je ziet hoe mensen daar die echt last hebben in hun directe omgeving van vervuiling door zo'n oliemaatschappij, geprobeerd hebben om via de nationale rechter de schade daar vergoed te krijgen. Of in die zin eigenlijk het bedrijf te dwingen om daar de schade ook echt te gaan opruimen en te herstellen. Dat is in de nationale rechtsgang tot aan het Supreme Court, dus het hoogste gerechtshof, uitgevochten. Chevron is diverse keren in het ongelijk gesteld, inderdaad aansprakelijk gehouden voor de milieuschade die in de Amazone is aangericht. Wat doet Chevron vervolgens? Legt het zich neer bij dat oordeel van het Hoger Gerechtshof in Ecuador? Nee. Ze stappen in plaats daarvan naar een arbitragetribunaal. Wat kan kijken of zij schadevergoeding moeten krijgen voor geleden schade aan hun investering. Dus ze zetten er eigenlijk een claim tegenover. Het verschil is dat die inheemse groepen het zelf moeten opnemen tegen zo'n heel groot bedrijf, wat eigenlijk in economisch opzicht groter is dan sommige staten. Chevron is in economisch opzicht groter dan Indonesië bijvoorbeeld. Ja. Dus die kunnen enorm veel gewicht in de schaal leggen, hebben ook een enorme lange adem juridisch gezien, en daar moeten dan inheemse stammen uit de Amazone het tegen opnemen. Terwijl dat bedrijf zelf, als het een compensatieclaim wil indienen, de hele nationale rechter kan omzeilen, rechtstreeks naar een internationaal arbitragetribunaal kan stappen, daar kan laten beoordelen of hun investeringsrechten geschonden zijn, of de winstgevendheid van zijn investering is geschonden. Daar een schadevergoeding voor eisen en die schadevergoeding vervolgens internationaal, dat oordeel daarover internationaal ten uitvoer kan laten leggen onder internationale verdragen. Dus de rechtspositie van zo'n bedrijf is vele malen beter gewaarborgd dan de positie van die inheemse groepen die daar hun hele leven bedreigd zien in de Amazone. Iets meer zeggen over dat internationaal arbitrage? Dat is best nog wel een kort, beetje ingewikkeld iets om snel te zeggen. Ja. Het komt erop neer dat als er een bilateraal investeringsverdrag is tussen een thuisland van een bedrijf en het land waar dat bedrijf gaat investeren, dat een bedrijf dan een claim kan indienen tegen een gastland als dat regels in gaat stellen die misschien de investering van dat bedrijf kunnen schaden. Dus dat betekent dat als een overheid bijvoorbeeld strengere milieuwetgeving wil invoeren, dat een bedrijf kan zeggen van ja, maar dat schaadt mijn winstgevendheid. En dan schend je mijn rechten onder dat bilaterale investeringsverdrag wat je met mijn vestigingsland hebt. En dus mag ik een schadeclaim indienen bij een internationaal tribunaal. En dan wil ik compensatie voor het feit dat jij mijn winstgevendheid hebt aangetast. En dan wordt zo'n zaak beoordeeld door drie arbiters, waarvan er eentje wordt aangewezen door de staat. Eentje wordt aangewezen door het bedrijf zelf. Dat mag dus zijn eigen rechter benoemen. En die twee arbiters die wijzen dan gezamenlijk nog een voorzitter van dat tribunaal aan. En die gaan alleen maar kijken naar, zijn de rechten van die investeerder geschonden? Moet die daar schadevergoeding voor krijgen? En die kijken dus totaal niet breder naar de reden waarom een bepaalde maatregel bijvoorbeeld wordt ingevoerd. Dus als een maatregel er is om het milieu te beschermen, is dat niet iets wat die arbiters gaan meewegen in het bepalen van of zo'n bedrijf schadevergoeding verdient. Hoe moet het, wat moet er gebeuren tegen het systeem? Nou, wat er moet gebeuren is dat we toe moeten naar een heel ander soort handels- en investeringsverdragen. Dat niet meer liberalisering voor opzet en alle investeringen koet zulke hoge bescherming biedt. In feite wil je verdragen die alleen duurzame investeringen beschermen. Ja.
Dus wat wij willen is dat er in handels- en investeringsverdragen een clausule komt die echt zegt van mensenrechtenbeleid, internationaal mensenrecht en internationaal milieurecht gaat altijd boven de privileges van investeerders. En daarnaast moet er een manier komen om internationale bedrijven ook echt aansprakelijk te stellen voor de overtredingen die ze begaan op het gebied van mensenrechten en op het gebied van milieubescherming. Omdat bedrijven zich nu heel makkelijk door hun bedrijfsstructuur, door zich ergens anders op papier te vestigen. Een bedrijf kan zich heel snel uit een land terugtrekken en ergens anders weer vestigen of een dochteronderneming ergens hebben en zich daarachter verschuilen. Dat het dus niet meer mogelijk moet worden voor een bedrijf, een internationaal opererend bedrijf, om zich aan verantwoordelijkheid te onttrekken. Dus dat je een bedrijf overal en altijd aansprakelijk kunt stellen voor bepaalde schade die ze aanrichten, waar dan ook ter wereld. En daarvoor loopt nu een initiatief bij de VN om te komen tot een bindend verdrag voor bedrijven en mensenrechten. En dat is een proces wat tot nu toe, zeker door de ontwikkelde landen, nog helemaal niet volmondig wordt omarmd. Terwijl de EU bijvoorbeeld mensenrechten altijd heel hoog in het vaandel zegt te hebben. De EU wil eigenlijk alleen maar bedrijven houden aan vrijwillige normen. Dus ze mogen zelf hun eigen politieagent zijn, zeg maar. Wij zeggen van nee, zet nou vol in op bindende normen voor bedrijven. Gedragscodes waar ze zich echt aan moeten houden. En waar ze ook echt op aansprakelijk gesteld kunnen worden. Compleet met sancties. Zodat ze ook echt moeten doen wat ze zeggen. En zich niet meer alleen maar ervan af kunnen maken met greenwashing en mooie verhalen voor de bühne. En wat hebben jullie nodig om dit voor elkaar te krijgen? Want je kan het rustig zeggen, maar... Nou, ik denk vooral een hoop politieke druk. Ja. Het is echt belangrijk dat mensen laten zien dat ze... Je kan op het moment geen krant openslaan of je ziet weer een schandaal van hoe een groot bedrijf zijn macht misbruikt om belasting te ontduiken. De dieselschandaal waar de auto-industrie zich niet aan emissienormen houdt. Nou ja, noem maar op, er zijn legio-schandalen. Dat moet tot een push gaan leiden dat echt bedrijven nu gewoon daar niet meer mee wegkomen. Dat ze echt aansprakelijk gehouden gaan worden.